Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zitten bij mij aan tafel Sebastiaan Krul en Pim Korsten, allebei strateeg en onderzoeker bij onderzoeksbureau Freedom Lab. We zitten hier voor het vervolg van ons gesprek over generatieve kunstmatige intelligentie. Heren, van harte welkom weer allebei. Het derde deel in de reeks zitten we alweer. Vorige keer zaten we hier aan tafel met jou, Pim, en Sjoerd Bakker. Toen hebben we het ook gehad over generatieve kunstmatige intelligentie. Daar zat jij toen niet bij, Sebastiaan. We hebben het gehad over de politieke consequenties. We hebben het gehad over enkele economische mogelijke scenario's die het gevolg zullen zijn van de integratie van generative AI in onze samenleving. Maar vandaag hadden we gezegd, wilden we het echt wat breder en wijdser gaan aanpakken. Wilden we het gaan hebben over de filosofische, wat ethische, maatschappelijke consequenties van generatieve AI. En misschien is het leuk om te beginnen. Ik denk dat dat ook de vraag is die bij de meeste mensen op de lippen brandt. Van wat gaat dit doen met onze samenleving? Wat gaat dit doen met mijn baan? Wat gaat dit doen met mijn besef van mijzelf? En moeten we ons zorgen gaan maken? Misschien kan jij wat zeggen, Sebastiaan, over hoe de wetenschappers die nu bezig zijn met kunstmatige intelligentie, hoe die daar naar kijken. Ja, moeten we ons zorgen maken? Ik denk het wel. om het korte antwoord te geven. De vraag is denk ik meer, en daar gaat het dus ook veel om. Waarover precies? en waarom? Dus ik denk dat twee hele belangrijke vragen zijn. En ja, ik denk momenteel heb je daarin een beetje twee kampen. En het lastige is van, ik denk dat ook de uitdaging voor ons is om daar weer een beetje aan te ontsnappen. Ik denk één kamp zit al snel in de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven op lange termijn risico's. En die lange termijn risico's kunnen of heel concreet zijn uitgedacht. Aan de kant van intelligentie die op hol slaat, die we totaal niet meer onder controle hebben. Of het kan meer abstract filosofisch doordacht zijn. Aan de hand van termen zoals een soort van super intelligentie, artificial general intelligence. En dan heb je meer discussies vaak ook over van klopt dit? Hoe moeten we hierover nadenken? Dus dat is inderdaad wat dat betreft één kant, wordt vaak ook genoemd gewoon existentiële risico's. Wat zijn nu inderdaad existentiële risico's? En dat wordt dus vaak ook met aan de hand van grote termen. Is deze technologie zo krachtig? En wat hier kan gaan ontstaan, is dat een volgende stap in de evolutie? Dat is één kamp. Tegelijkertijd heb je weer een ander kamp. En die wil zich dan graag meer opstellen als onnuchterend. En demystificerend. En dat is het kamp dat enerzijds probeert de hype wat af te koelen. En de hype is dan meer van, ja, en die rond ons te wijzen van, nou ja, we hebben vaker een technologie-hype gehad. En dan zijn er gigantische zorgen, er is ook gigantische spanning. En het wordt nu tijd om weer even met een iets nuchtere blik naar de risico's en kansen te kijken. Dus dat is één manier waarop dat gebeurt. En ten tweede denk ik ook, wat je dus ook heel veel nu ziet, is niet zozeer het alleen demystificeren, maar ook het echt bekritiseren van die beweging die heel erg op de lange termijn risico's zit. En dat heeft meer mee te maken, is dat zijn niet alleen wetenschappers of geesteswetenschappers of AI-wetenschappers die aan de bel staan. Het zijn vaak ook de bedrijven zelf die nu op een hele wonderbaarlijke manier in Silicon Valley met deze lange termijn problematiek bezig zijn. En dan is een kritiekpunt van, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar er is ook een bliksemafleider. En dan krijg je dus inderdaad meer het idee van, nou ja, je bent enerzijds, heb je in je missie van je bedrijf staan, het gaat allemaal om de mensheid. En we moeten er alles aan doen dat we dit onder controle kunnen houden. En aan de andere kant ben je aan het lobbyen voor op momenteel dan misschien minder wet en regelgeving. En ben je 100 miljard aan het bingen hengelen. En dan is inderdaad qua bliksemafleider is het dan nog eens heel erg sterk de blik van, ja, leuk zo'n term als superintelligentie. Maar tegelijkertijd bekommer je blijkbaar niet om een inbreuk op het intellectueel eigendom van jouw eigen dataset. Die allerlei artiesten of andere partijen of andere bedrijven kan schaden. Dus dat is vaak de kritiek vanuit dat kamp. Ik denk dus, en dat zijn dan vooral bijvoorbeeld NGO's, wetenschappers. Hier in Nederland heb je denk ik partijen zoals De Waag, ook Bits of Freedom, die dat meer vanuit zo'n positie. Heel veel meer sociaal-maatschappelijk. En ik denk, ja, dat snijdt uiteraard ook hout. Gevaar daarvan is ook alweer dat je inderdaad heel erg op die korte termijn risico's kan focussen.
Als je zegt, ja, ik maak me zeker zorgen. En ik denk dat inderdaad het gewoon, dat een goed gesprek al gaat van, kan je die eerst maar eens gewoon op een rijtje gaan zetten of zo. Hè? Van, ja, ik denk, er is nu heel veel te doen. Er is altijd excitement. Er is een hype. Er is een beweging die we al langer kennen. Maar wat zijn dan korte en lange termijn risico's? En hoe moet je daar überhaupt over nadenken? Precies. Het is natuurlijk interessant wat je zegt. Er zijn die twee hele algemene benaderingen. Sommige mensen echt meer op die lange termijn. Dan neemt het vaak dus ook echt meer de vorm aan van de existentiële risico's die men daarmee loopt. Hoe kan onze hele samenleving, onze hele mensheidsconceptie hiermee... Grote categorieën. Precies. Echt de grote ideeën. Ja. En dan is inderdaad die groep die meer probeert te kijken naar het hier en nu. Naar die meer concrete sociaal-maatschappelijke veranderingen. Kijk maar heen. Precies, precies. Hè. We zien het al gebeuren. Maar je geeft dus eigenlijk ook al aan, allebei die perspectieven hebben zo hun eigen tekortkomingen en hun eigen voordelen. En wat we eigenlijk ook gaan proberen te doen vandaag onder andere, is te kijken of we wat meer nuance kunnen brengen in die discussie. Kijken of we die kanten misschien wat nader bij elkaar ook kunnen brengen. Misschien heb jij daar ook wat over te zeggen, Pim, als het gaat over hoe zou jij dus de voor- en nadelen relatief wegen van deze twee benaderingen ten opzichte van onze, wat we in de nabije toekomst kunnen gaan verwachten. Ja. Waarom is het belangrijk om die twee perspectieven allebei mee te nemen? En wat zijn de voors en tegens eigenlijk van alle twee die benaderingen? Ja, ja nee, ik denk ook zeker dat ze allebei hun bepaalde principes naar voren schuiven. Denk ook, hè, historisch gezien heb je, waar we het vorige keer over hadden, over bij systeemtechnologieën, bij de hype, horen dromen wat je met de technologie kan doen. Horen ook de angsten wat die technologie precies gaat doen. Maar wat denk ik daarin vooral belangrijk is, is dat die praktijken rondom de technologie zelf ook gaan verschuiven. Dat is iets meer wat een proces is wat op de wat langere termijn. Dus als je het hebt over korte termijn risico's, heb je op werkgelegenheid, nepnieuws, wat gedoe dat met onze privacy en ethiek wat betreft de trainingsdata. Daarbij gaat het denk ik vooral meer het vraagstuk over hoe passen wij ons aan of hoe kaderen we die techniek een beetje. Dus gaat het meer om adaptatie, om af en toe disruptie. Zit ook best op een microniveau. Wat doet het met een bepaald bedrijf of mij als werkgever? Die wat meer lange termijn effecten gaan dan denk ik meer echt over systeemtransformatie. Dus die huidige praktijken die we hebben, die zullen getransformeerd gaan worden. Dat hebben we altijd gezien. Dus, hè, ook de stoomtrein, daar was heel sterk een beeld bij. Dit is bijna een soort van duivelse meginatie, het breekt in door ons stille landschap, dat ijzeren voertuig met die zwarte rookpluimen, dat gaat die hele natuurlijke band met de mens vernietigen. Is misschien op een bepaalde manier ook gebeurd, maar er ontstaan ook gewoon nieuwe praktijken, de technologie ontwikkelt zelf. Er wordt natuurlijk wet en regelgeving opgesteld waar wel een trein mag komen te liggen. Dus die samenleving die gaat zich ook aanpassen en dat zul je ook gaan zien met AI. Wat een markant punt denk ik hier nog wel bij is als systeemtechnologie is denk ik enerzijds het gaat hier echt wel om autonome technologie. Dus die technologie heeft misschien ook een aantal principes die in de technologie zelf zitten. En de snelheid zou ik zeggen waarmee het gebeurt. Dus voorgaande technologieën dat kost gewoon behoorlijk wat tijd voordat je een treinrails en een stoommachine hebt lopen. Dit is software based en we zien gewoon hoe snel die adoptie nu door de samenleving en de economie heen gaat. Dus op lange termijn wat meer een proces van mitigatie ook zal zijn. Moeten we ook een nieuwe verhouding gaan leren kennen tot aan die meest extreme vormen van voorspelt het ook een heel zwartgallig scenario voor de mensheid. Maar er zit dus denk ik allebei een beide dynamiek of zo. Ja, maar aanpassing is zelf denk ik ook nog een vrij wat van evolutionair en biologische taal. Van kijk, aanpassing is op een bepaalde manier, dan komt het wel goed. Ja. Maar hoe zie je dan inderdaad, want of je krijgt inderdaad een aanpassing, als je die taal spreekt, dan zit je dus al snel in van, het is even een roerige periode, misschien zijn er bepaalde aspecten wat minder, maar uiteindelijk als we terugkijken, die stoommachine, daar kunnen we toch niet meer echt zorgen over maken. Dus als je in die taal gaat zitten, zit je dan zelf ook niet natuurlijk al dat het heel lastig wordt om dan inderdaad nog echt kritisch te reflecteren op wat je dan kwijtraakt. Zo. Ja, nee, dus dat is absoluut waar. Hè? Het voorbeeld van de stoomtrein, het is natuurlijk een reëel ding dat de stilte, de reinheid van de natuur op een bepaalde manier is aangetast. Tegelijkertijd,
ik denk dat we dus ons op die manier aanpassen als samenleving, als cultuur. Dat zal dus denk ik ook met AI gebeuren. Een aanpassing zal ook zijn meer in de technologie zelf. Hè? Dus de problemen die we nu zien, misschien dat idee van een losgeslagen in intelligentie, dat er ook gewoon enorm veel wordt ontwikkeld over hoe je wel die AI enerzijds soort van kan containen, dus kan beperken. Er zijn allerlei nu ontwikkeltechnieken voor. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van guardrails in het model. Het opzettelijk beperken van bepaalde functionaliteiten. Dus dat aan de ene kant, of meer vanuit het AI een overeenstemming brengen tussen mens en machine. Ook allerlei technieken en ontwikkelingen die daar zijn. Dus dat hele existentiële risico is voor mij een soort van stip op de horizon, waar ik in principe niet zo bezorgd over ben wat dat betreft. Wat misschien ook nog een beetje een model is wat er tussenin zit. Ook vorige keer besproken dat idee van de Centaur. Van de mens die optimaal kan samenwerken met de machine. Wat een soort van, nog wel ergens, als je, het meest reële scenario wat ik nu voor ogen heb, is dus het idee van individuen, in dit geval echt, die zo versmolten raken met deze technologie en dat toepassen op een manier om winst te maximaliseren, omdat ze enorm goed kunnen gaan investeren of om politieke campagnes te beïnvloeden en daarmee macht te vergaren. Dat vind ik ergens wel een interessant scenario van. Dus, en dan ga je misschien ook al naar de vraag van hoe moeten we ons als mens tot die technologie verhouden, maar wat gaat die technologie ons ook schenken qua gaven, maar misschien ook qua zondes. Ja, dan zit je dus ook echt al wat meer op die lange termijns perspectieven. Echt inderdaad, dat Centaur idee, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dus dat ligt ook echt heel erg. Het concept daarvan is net als de mens en paard combinatie van de Centaur. Dus hier dus het idee van mens en technologie versmelten met elkaar. Gaan een unieke, we gaan een soort van hybride constellatie vormen. En wat zou dat kunnen betekenen voor de toekomst van de mensheid? Ontstaat daar een nieuw soort, eigenlijk wezen, dat zich ook weer gaat moeten verhouden tot de klassieke biologische mens, bij wijze van spreken. Dat kunnen we misschien ook een beetje naar de tweede helft van het gesprek verplaatsen. Want het leek me toch mooi om te beginnen met wat meer dingen die, zoals je net al noemde, die meer liggen in de directe sociaal-maatschappelijke impact die je ziet en gevolgen van deze technologie. Misschien kunnen we dat ook wat opknippen en wat concrete voorbeelden daarmee geven. Bewegingen die je nu al ingezet ziet, waar we nu al ergens conclusies uit moeten trekken, waar we nu al antwoorden op moeten proberen te vinden, maar die wel wat concreter zijn dan dat we onze hele existentie moeten gaan herevalueren. Ja. Daar komen we misschien in de tweede helft van het gesprek nog op. Kunnen jullie wat mooie voorbeelden geven waarin heel scherp wordt geïllustreerd hoe wij ons op een nieuwe manier moeten gaan verhouden tot die artificial intelligence in onze dagelijks handelen hier en nu al? Misschien heb jij daar een mooi voorbeeld van, Sebastiaan. Nou, ik denk wat inderdaad al belangrijk is om inderdaad een kritiek, want ik heb wel veel sympathie voor die manier van denken met Pim, maar in ieder geval een kritiek die je in ieder geval op tafel zou leggen is leuk, maar kijk nu eerst eens gewoon van hoe wordt die techniek vandaag de dag en hoe kan die de komende jaren gebruikt worden en dat je dus het gebruik als een misbruik gaat duiden. Zo van ja, inderdaad. Het is fraai dat op het moment dat je in het lab en op het moment dat je een presentatie geeft, een demo gaat geven van nou kijk eens wat voor geweldige toepassing generatieve AI kan hebben in de zorg, hoe we dit kunnen gaan gebruiken in het onderwijs. En een kritiekpunt is natuurlijk van ja, maar als dit in de verkeerde handen terechtkomt. Hè, dus dat is een van heel concreet hedendaags risico. In de verkeerde handen terechtkomen, waarin je dus de techniek niet zozeer bevraagt, maar eerst kijkt wat kan je ermee doen. En dan kan je al naar verschillende actoren gaan denken. Kwaadwillend noemen we dan vaak. We hebben vaak natuurlijk gewoon het eerst te zeggen, nou ja, denk maar eens gewoon na over je vijand. Dus dan wordt het meer gewoon in termen van ja, leuk dat dit nu nog bij bevriende landen of bevriende organisaties zo is. Maar dat kan ook in de verkeerde handen terechtkomen. Dan wel terroristische organisaties, dan wel vijandige overheden. Dus dat is de eerste. Maar ik denk ten tweede is het ook al gewoon van ja, kijk, in de verkeerde handen terechtkomen, dat kan je ook al gewoon een culturele of maatschappelijke context noemen die je het kapitalistisch systeem noemt. Hmm. Op het moment dat je zegt, ja, dit is in het lab een geweldige technologie, maar hoe gaan we het inbedden in sociale media? Hoe gaan we het inbedden in inderdaad allerlei kapitalistische structuren die hun eigen economische motieven hebben? En ik denk, ja, dat is zeker de vorige golf, hè, eigenlijk de vorige golf waar een AI-hype om was dan machine learning.
En ik denk, ja, de belangrijkste toepassingen van machine learning zijn allemaal geweest. Nou, ik denk de belangrijkste misschien wel op binnen sociale media. Inderdaad, en dan ook worden toegepast om advertenties te optimaliseren. Hoe vaak jij en hoe goed je op advertenties gaat, je engagement op een platform, dat soort aspecten. Dus zeg je, ja, dat risico moet je op focussen. En de derde, denk ik, dat wat betreft heel concreet is ook gewoon de glijdende schaal van een overheid. Je bevriende overheid, je eigen overheid. Maar daar zit ook inderdaad wel degelijk wel. Het is een waanzinnig, kan een machtig middel gaan worden. Zowel als het gaat om het maken van monitoren, het herkennen van patronen. Maar dus nu ook steeds vaker in termen van een stem. Hè? Want generatieve AI is daadwerkelijk niet alleen staat is om patronen te herkennen. Maar ook nog in staat is om hier dan beelden en tekst te gaan genereren. Hè? Dus dan kan je inderdaad wat veel meer op dat aspect gaan zitten. Dus ik denk dat al hele concrete voorbeelden zijn waarin veel meer teruggaat naar van hey, op welke manier wordt het nu allemaal toegepast. En hoe is ook misbruik mogelijk? Dus hoe monitor je ook op misbruik inderdaad? Ja. Ja, je kan hele mooie dingen doen met artificial intelligence als het gaat om bijvoorbeeld het diagnostiseren van bepaalde ziektes of zo. Ik noem maar iets met big data en goede learning models. Kan je natuurlijk heel veel informatie en vervolgens ook hele interessante... Ja, het risico wat er tegenover wordt gezegd is, je kan met eenzelfde model kan je ook kijken naar hele interessante hypothesen voor schadelijke virussen die je in de samenleving kan inhouden. Zowel computervirussen als daadwerkelijk meer biomedisch georiënteerd. Dus dan zit je heel erg van, ja, dat zit nog wel heel erg op de kwaadwillende actor. Ik denk dan de tweede kant die je op kan, ik vind dat ook het interessantste. Niet zozeer dat deze risico's er niet zijn, maar daar wordt denk ik ook wel gewoon heel veel en heel goed aandacht aan besteed. En daar is misschien qua wetgeving ook het meest aan te doen, aan de hand van vangrails, aan de hand van... Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen? Normen en standaarden. Ja, normen en standaarden. Een tweede aspect, dat is ingewikkelder, is dat je dus niet zit, dus ethisch gezien niet de technologie beoordeelt aan de hand van wie we kunnen het gebruiken, maar ook misbruiken. En dan zit je dus, dan is de techniek neutraal. Ja. Over het algemeen. En dan is het vooral, ja, we hebben kwaadwillende partijen. En soms is het niet eens de eigen schuld. Hè. De glijdende schaal van de overheid is dan al van, nou, je begint met iets goeds, maar je eindigt met iets verschrikkelijke toepassingen. Maar we kunnen er allemaal niks aan doen. Het tweede aspect is dat je natuurlijk veel meer gaat zitten op, ja, hoe werkt generatieve AI nou? Wat gaat dit met ons doen? En daar wordt het al vaak een stuk ingewikkelder, omdat de oplossing denk ik ook al een stuk ingewikkelder is. Dan denk je niet zozeer na over de problemen van het gebruik, maar dan denk je echt na over wat voor inherente dynamiek zit er nou in de technologie zelf, die maakt dat een bepaald soort gedrag afdwingt. Ja, dat er een bepaald soort sturing ook van uitgaat. Ja, ik denk, en dan heb je vaak, één aspect gaat heel erg op de data, dus zeg maar de input kant zitten. En ik denk dus ook heel terecht. En die risico's zijn inmiddels ook het meest zichtbaar of zo. Dat kan bijna iedereen je wel vertellen. Dat zijn de vertekeningen in de datasets. Daar waarmee je traint. Dat is ook ongeveer wat je eruit zult gaan krijgen. En dan de bekende voorbeelden die er zijn geweest. Tot en met het indexeren van CEO's op Google en dan pas ergens op de 15e plaats komt voor het eerst een vrouw. Dus ja, dat is geen intentie van het model. Dat is niet helemaal hoe die CEO als inputkant geschetst wordt. Precies. Maar daar is denk ik wel tegelijkertijd al heel veel... Dus dat is dan dat beroemde bias-probleem. Dus een vooroordeel in de techniek zelf. Als je vraagt aan ChatGPT, beschrijf eens voor mij wat een CEO is. Ja, een CEO is een man met een wit pak, want dan gaat hij uit van alle voorbeelden die hij heeft gekregen. Ja. En daar zit dus eigenlijk al een sturende werking dus ook in. Een vooroordeel eigenlijk in de data waarmee de techniek is getraind of onderwezen. Ja, dus dat is denk ik één aspect. Andere kant is dat je dus wat minder aan die input... Ik vind die zelf ook niet dat die minder belangrijk is, maar het minst interessant. Want ik denk dat er al lange tijd door wetenschappers, maar ook maatschappelijk, heel veel aandacht aan is. En dat je ook echt wel ziet dat veel van die partijen zelf er actief mee bezig zijn om continu ook te weerspiegelen naar die samenleving van, hey, dit is een vertekening die erin zit. Disclaimers erbij in te geven. Het bewustzijn groeit ook steeds meer, heb ik het idee, ook wel echt bij veel gebruikers, dat er dit soort vertekeningen in kunnen zitten. Wat ik spannender en moeilijker vind, is de werking van dit soort modellen zelf en wat dat inderdaad op allerlei aspecten met ons gaat doen. Hoe dit ons gedrag verandert,
wat voor systemen dit ook wat dat betreft gaat optuigen. Kijk, misschien één concreet voorbeeld. En dan gaat het toch inderdaad rondom de algoritmes. Die dus inderdaad, om toch even het bekende voorbeeld van sociale media te pakken. Die dus als functie meekrijgen dat jij zoveel mogelijk moet klikken, bijvoorbeeld op een advertentie. En het algoritme leert dit door eigenlijk een beloningssysteem. En niet ons beloningssysteem, maar het beloningssysteem van zo'n algoritme zelf. Dus op het moment dat jij inderdaad daadwerkelijk klikt, meer snel klikt, klikken. Krijgt ja. het een beloning. En dan gaat het eigenlijk zijn eigen algoritme herschrijven, opnieuw optimaliseren. En dan kan het de volgende keer een betere inschatting doen. Precies. Want dat is een heel fundamenteel punt, is dat algoritme is en dat is echt alle, dat geldt voor alle laatste golf. Het is wat dat betreft, het gaat hier om een inschattingsmachine. Ik vind nog niet eens de interessantste vraag, want dat is dan een kritiekvraag van ja, wij zijn niet statistisch en dit wel, moeten we daarmee omgaan? Ik vind het eerst maar eens interessant om gewoon te begrijpen hoe verhoudt zo'n statistische machine die constant inschatting moet maken tot ons. En dan één heel belangrijk en interessant aspect is dus al, wat is hier vaak gebeurd, is hij moet een voorspelling maken. Wanneer kan een algoritme een beste voorspelling maken? Dat is als wij zo voorspelbaar mogelijk zijn. Dat is een mooi voorbeeld van Stuart Russell, die dus ook in dit aspect zei van ja, dat algoritme gaat het beste scoren op het moment dat jij het meest generieke en voorspelbare gedrag gaat doen. Dan wie is Stuart Russell? Even snel. Stuart Russell is een bekende AI-pionier. En die heeft inderdaad ook hier een paar jaar geleden een belangrijk boek over geschreven. Over dat dit een nieuwe standaardmodel van kunstmatige intelligentie. Dus wat dat betreft draait rondom dit soort inschattingen die je doet. Er worden niet op basis van allerlei kennis die je meegeeft aan het systeem nooit van ondubbelzinnige redeneringen getrokken. Nee, je laat gewoon continu op allerlei verschillende manieren zo'n model een inschatting maken. En dan is één consequentie daarvan is dus inderdaad dat waarop die beter gaat scoren is dat hij van ons een voorspellingsmachine gaat of een voorspelbare machine goed maken. Voorspelbare entiteit gaat maken. Want hoe werkt het dan bijvoorbeeld? Mensen zitten nu de Nieuwe Wereld te kijken. Is ook een bepaald soort kanaal met een bepaald soort publiek. Specifieke demografie. De algoritmes van YouTube zijn volop aan het werk om periodiek ook in dit gesprek mensen allemaal reclames voor te schotelen. Hoe werkt het dan dat je ook zelf meer voorspelbaar wordt gemaakt door zo'n algoritme? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, wel, dan kom je inderdaad meer richting. Maar dat is het gesprek wat er nu aan vooraf gaat, ontbreekt al vaak, is wat we dus inmiddels kennen. Is van, oh ja, het polariseert. En je ziet dat je bepaalde cohorten kan maken die een bepaald gemeenschappelijk gedrag voorkomen, waardoor die dus beter een voorspelling daarop kan loslaten. Maar wat er dus eigenlijk aan vooraf gaat, want kijk, het algoritme interesseert het geen malle moer of de samenleving polariseert. Die wil gewoon zijn eigen mathematische functie optimaliseren. En die mathematische functie optimaliseert hij het beste op het moment dat hij een zo voorspelbaar mogelijke interactie heeft met een gebruiker. Want de machine moet je zien, die moet voorspellingen gaan doen in een onzekere wereld. En nou, je kent het al van je eigen leven, je kan de beste voorspellingen doen als die situatie natuurlijk heel voorspelbaar maakt. Dus die situatie, je gaat die omgeving ook zodanig aanpassen dat jij steeds beter in staat bent een goede inschatting te maken. Precies, en maar stuur je dan dus mensen naar bepaalde content of je zo? Je stuurt mensen, ja, op het moment dat je een bepaald het systeem komt daar toevalligerwijs achter, die kan erachter komen dat je een bepaald politiek cohort kan hebben, waarin die merkt dat op het moment dat je deze beelden gaat schrijven en er horen deze advertenties bij, dat je een soort van generieke groep creëert, waarop dat model dan beter en beter gaat performen. En die komt dan inderdaad wat dat betreft alleen maar in sterker in terug. Misschien nog één ding van, ik denk dat zeker een dynamiek die je ook ziet, hè, zeker gewoon rondom AI in het algemeen. Ik denk wat dat betreft dan ook een zorg misschien zit, is, nou, als je deze problemen ook in de technologie en de ontwikkeling van de technologie zelf hebt, is dat denk ik ook echt wel fundamenteel verschillend is ten opzichte van andere vormen van systeemtechnologie en de vroege vormen van AI-ontwikkeling, is dat dit gewoon grotendeels gebeurt bij binnen gesloten kamers, binnen gesloten laboratoria van hele grote AI-bedrijven en de big tech partijen die daarin investeren. Ik zal misschien net ook een beetje nuanceren van wat ik net zei. Mijn enige zorg zijn die individuen die opstijgen als super centaurs met de AI. Het is denk ik ook, want ik denk dat er heel veel in de ontwikkeling van die technologie gebeurt om die risico's te mitigeren. Maar tegelijkertijd, je moet er wel bij kunnen. Dus
was een interessante studie. Begin dit jaar, ik kan even de titel niet meer herinneren. Maar gewoon als je gewoon, er is gewoon een enorme verschuiving in de afgelopen 15 jaar. Van zowel ontwikkelingsgelden als ook gewoon mensen die na een PhD. Waar ze gaan werken binnen de universiteit of het bedrijfsleven. Ja, de bedrijfsleven hebben gewoon superieure salarissen, ontwikkelingsmogelijkheden, trainingsdata, rekenkracht die wordt gefaciliteerd door die bedrijven zelf. Dus dat is ook echt wel een risico. Hè? Dus die problemen die zou je mogelijk kunnen oplossen. Daar moeten we mee aan de slag. Maar ja, je moet er wel bij kunnen. En dat is nu heel moeilijk. Omdat het nog steeds een heel gesloten model van ontwikkeling is. Hè? Bij, toch bij een universiteit, meer een toch veel meer een publieke organisatie, kun je daar ook gewoon politiek ingrijpen. Maar die gesloten modellen minder. Of je zit aan de hele andere kant. Dus het is echt die open source beweging. En dan weet je niet waar die technologie belandt. Begin van het jaar had je ook een leuk voorbeeld was. Chaos GPT, een auto GPT, wat inhoudt. Je geeft het een opdracht mee. Een redelijk eenvoudige opdracht. Een opdracht en hij analyseert dat in bepaalde subdoelstellingen die hij zelf kan gaan uitvoeren. En hierbij was dus de doelstelling: vernietig de mensheid. Ja. En die AI is aan de slag gegaan. Hij is er gelukkig niet uitgekomen, want zouden we niet zitten. En het is of ook, is hij nog bezig? Hij loopt. Ja, precies. Hij is nog altijd druk bezig om te kijken hoe hij zijn doel kan bereiken. Het was een spin-off product van een ander product, Baby GPT, vanuit dit idee van ja, hoe kunnen we met eenvoudige opdrachten de machine zelf laten lopen. Maar goed, uiteindelijk wat Sebas ook aangaf, je weet niet waar dit dus nu belandt. En de kracht van die modellen, voor welke toepassingen die gaan komen. Dus daar zit voor mij ook wel een zorg. Dan zit denk ik echt op een politiek vraagstuk, een bestuursvraagstuk misschien eerder van hoe hou je dan eventueel nog controle? Of hoe komen de oplossingen op de juiste plek in die technologieontwikkeling? Daar zit denk ik wel daar zit ook echt wel een groot risico. En dat zit dan dus ook echt in die techniek zelf. Niet alleen de data die gebruikt wordt, maar ook de manier waarop die algoritmes worden getraind. Je weet nu eigenlijk niet als maatschappij in de brede zin hoe dat gebeurt. Het maakt ook dat je minder makkelijk controle kan houden over die dynamieken. Dat er geen democratische inspraak op is, dat ligt natuurlijk ook een risico. Nee, ja, absoluut, absoluut. En zodat je ook ziet dat er zelfversterkende effecten zijn. Dat representatie probleem. Ja, met generatieve AI ook gewoon nog in het bijzonder wel dat idee van ja, wat als we op dat soort van convergentiepunt komen, dat die technologie opeens zichzelf kan gaan verbeteren. En dat idee van de singularity. Dat is de singularity en existential risk, dat speelt daar ook. En nou, het is moeilijk om daarbij te kunnen. Precies. Misschien nog even een stap terug, want ik vond het toch ook wel interessant als het gaat over die biases, zeg maar, die culturele component die ook invloed heeft op de antwoorden die worden uitgespuugd door GPT. Het gaat nu over een aantal thematieken die ook nu maatschappelijk in high demand zijn. Dus het gaat over, laten we zeggen, is er gelijke representatie? Het gaat om vrouwen, om allerhande minderheden. Maar er zijn natuurlijk veel meer type culturele biases die je zou kunnen proberen te verdisconteren in zo'n model. Mensen in de Randstad kijken heel anders naar de wereld dan mensen ergens op het akkerland in Venlo of Almelo. Hoe wordt daarna gekeken naar de diversiteit aan culturele biases die ook in zo'n model besloten ligt? Want het gaat natuurlijk, het reikt veel verder dan alleen maar ben je een man of een vrouw en hoe beleef je de wereld dan? Er liggen ook diepe culturele presupposities in besloten, kan ik me voorstellen. Wordt daar ook naar gekeken? Ja, want je hebt... Dit zijn eigenlijk nog de makkelijke verschillen die snel aan de oppervlakte komen. Ik vond vanzelf in ieder geval tijdens de verkiezingen hier hadden ze ook de modellen de stemwijzer laten invullen. Kwamen de meeste vrij links-progressief uit. En je ziet dus ook dat veel van die ontwikkeling van snel een cultuuroorlog in wordt ingesleurd. Ik denk dat Musk, de Elon Musk daar een mooi voorbeeld van is, dat hij ongeveer twee doeleinden zit. Enerzijds zit hij heel erg meer op dat lange termijn existentiële risico's. En anderzijds is het veel meer dat cultuuroorlogkamp. Van nou, we hebben dus inderdaad, we krijgen ongeveer twee à drie links-progressieve modellen. Nou, dan moet ik voor zorgen dat we één tegengesteld model krijgen. En ik denk dat dan kom je een hele lastige aspect. Is dat, waarop je namelijk fundamenteel moet gaan vragen. Ja, wat is moraal en ethiek in dat opzicht? En vaak gaat bijvoorbeeld heel veel regels wel proberen mee te geven van ik wil niet dat je, als iemand je vraagt over iets gewelddadigs, moet je dat niet doen. Maar het hele idee dat politiek neutraal is
natuurlijk een illusie. En ik denk, ja, zelfs al op het moment dat je tegen een model zegt, nou, ik wil dat je heel respectvol omgaat, ook vaak de andere kanten gaat belichten, dan zeg je, ja, nou, dat is liberalisme. Weet je wel, dus ook dat is natuurlijk al een hele sterke uiting van wat je meegeeft. Terwijl je dan zelf misschien denkt, ja, het is liberalisme per uitstek om natuurlijk continu te zeggen, nee, we moeten politiek neutraal blijven, zo lang mogelijk. Gewoon eerst maar eens gewoon goed in gesprek. Ja, dus dat, ik denk dat dat al hele interessante wat dat betreft moeilijkere dingen zijn. Dan aan de kant van hoe het ons gaat veranderen, is ja, dan misschien dan toch wel inderdaad wat langer spoor. Van wat maakt generative AI zo bijzonder? Waar we denk ik heel veel mensen zich om zorgen om maken. En ik denk ook terecht, alleen de vraag is hoe moeten we daar nou goed over nadenken. Is dat we steeds meer van ons denken en het handelen uitbesteden aan die machine. Precies. En dat is een dubbelzinnig spoor. Want het kan ook bevrijding zijn, maar het heeft ook zijn keerzijdes. En ik denk, vaak wordt de eerste industriële revolutie is precies die spierkracht geweest. Dus die automatisering van de spierkracht. En dan wordt vaak gezegd, wat is het nu met die tweede industriële revolutie, God, met de komst van de computer? Dat werd het brein. Nu kunnen we de computer, de computing machine, rekenmachine. Nu kunnen we een deel van dat rekenen als zodanig ook gaan uitbesteden. Door allerlei eigenlijk meer logische processen aan de machine mee te geven. Dus het is niet alleen energetische processen, het zijn ook informationele processen. Dan is de vraag, ja, als we de denk al hebben uitgespeeld, hoezo, wat gebeurt er nu met kunstmatige intelligentie van? Ik denk, ja, we zijn nu weer een stap verder. Ik denk de eerste golf die je 10, 15 jaar geleden hebt geweest, met machine learning. En machine learning destijds was vooral patroonherkenning, stemherkenning. En dus eigenlijk, we hebben de machine nu ook bekleed met zintuigen. Het is nu in staat om permanent met ons mee te kijken of te kijken op plekken waar wij niet kunnen kijken. Te luisteren op momenten dat wij niet kunnen luisteren. En dat is wel belangrijk om te weten. Daar zat dus nog niet die generatieve component bij die nu zo krachtig is geworden. Want we hadden wel bijvoorbeeld een Siri. En Siri was dan vooral heel krachtig in het luisteren naar onze stem. Maar moesten eigenlijk alle antwoorden worden meegegeven. Hij is niet eigenlijk pre-geprogrammeerd van, nou ja, als iemand vraagt hoe laat het is, kan je ongeveer deze 20 antwoorden geven. Dan moet je hoe dat precies werkt, dan moet je dus het begreep heel veel soorten vragen, maar het kon eigenlijk maar een heel beperkt aantal antwoorden geven. De kracht in al die aspecten zaten vooral in het zintuiglijke gedeelte. En dan in de patroonherkenning, maar niet zozeer daarmee in interacteren. Ja. Nu de laatste golf die we hebben, is, en daarom is die nog zo'n fundamentele, dat hele spoor van spierkracht naar de eerste kenmerken van ons brein, en nu naar echt zintuigen, en dan nu is het ook echt een stem. Weet je, het is echt een stem geworden. In hoeverre dat dan een internationale stem is, een bewuste stem, dat zijn allemaal vragen die secundair zitten, want het neemt wel degelijk natuurlijk een stem in. En daar maar bekommeren zich veel mensen om. Want ik denk, ja, dan kan je... Maar waarom precies om... Waar bekommeren mensen zich dan om het feit dat ze dingen, dat de AI... Ja, ik denk dus op het moment dat je een extra stem in de samenleving hebt, dan heb je inderdaad een heel concreet voorbeeld is dan meer van wat betekent het op het moment dat je interacteert met mensen in de publieke ruimte en je weet niet van wie deze stem is. Dat is meer een heel concreet voorbeeld. En dat gaat wel meer, hè. De grote term is dan infocalypse. Nou ja, en hoeverre is alle aspecten die nu gegenereerd worden, kunnen we die makkelijk terugleiden naar een menselijke bron? Dat ten eerste. Ten tweede, misschien is die infocalypse niet eens het allergrootste probleem. Dus een soort van een tsunami aan informatie. Maar het doet bijvoorbeeld ten tweede al heel veel, denk ik, met een wantrouwen dat je cultiveert in een samenleving waarin het vertrouwen het al niet goed gaat. Ik heb zelf wel ook geschreven van ja, je krijgt nu steeds meer, wat ik me ook fascineer, op internet rondom filmpjes, rondom zaken. Zeker bij de jongere generaties. Het standaard is nep totdat het tegendeel bewezen is. Mm. Of zo. Je krijgt maar een soort van op, er is geen enkel basisvertrouwen meer. Ja, en misschien aspect denk ik ook heel goed. Want we zijn nu ook steeds meer, omdat het heel moeilijk is om hier een antwoord op te vinden, dat we vanuit verschillende niveaus gaan zeggen, ja, de burger moet zelf heel kritisch worden. Heel weerbaar worden. Mm. Maar het wantrouwen dat er al is, dat op bepaalde aspecten cultiveert, kan wat dat betreft ook hele nare bijvangsten gaan hebben. Want het is wat dat betreft al heel ingewikkeld online. Dan weer een,
meer een ingewikkelder risico. En dan gaat het meer van, ja, hoe verandert ons eigen denken, ons eigen schrijven. Hè? Ik denk, ja, dan een mooi voorbeeld is van, een auteur ben ik even kwijt. Hij heeft het boek Value Alignment geschreven. Brian heet hij volgens mij. En die gaf toen zelf al het voorbeeld over ChatGPT. En dat zat toen nog wat meer in de autocomplete fase. Autocomplete? En autocomplete is dus, zeg maar, ja, de eerste modellen die rondom ChatGPT zaten heel erg dat. Je geeft een zin en dat kan je ook in je telefoon. En hij maakt het volgende woord af. Ja, je spelt het volgende woord. Nou, dat is nog steeds een heel belangrijk facet van het model. Tegelijkertijd weten we dat we er veel meer mee kunnen. En het kan ook veel meer. Maar hij gaf daar het voorbeeld van dat hij dus een zin had. En telkens als hij het woordje ill wilde schrijven, dus ziek, het woord, Engelse woordje ill, dan werd dat automatisch gecorrigeerd door I will. Van nou, een autocorrect. En op een gegeven moment zegt hij na een aantal keer, is dat hij dus tegen te bewegen. En na 7 of 8... Dan corrigeerde hij het weer in ill. Dus dan maakt hij er I will van, dan maakt hij er weer corrigeerde hij het weer en dan geeft hij dus ook feedback van, je doet het niet goed, ik heb het hier in de hand. En dan vanaf de 7 of 8 keer gaf hij in en maakte hij vanaf destijds maakte hij er gewoon sick van. Want sick kreeg hij geen correctie. Dus hij gaat zich voegen natuurlijk naar wat dat model doet. Vervolgens krijg je geen correctie meer. En dan zei hij ook van, ja, en dat model krijgt als feedback nu steeds beter van, ik doe het steeds beter. ik doe steeds beter ook wat die persoon van mij wil. Ja. Hè, want die krijgt dat als feedback. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag die we nu hebben. Van, ja, worden die modellen steeds beter in wat ze genereren? In de kwaliteit van tekst die ze produceren? In het antwoord geven op een vraag die intellectueel is en dan ook met een intellectueel antwoord aankomen? Of voegen wij ons steeds meer naar die machine en zijn wij steeds beter in staat om dat nog te corrigeren of te bijsturen? Ligt natuurlijk ook heel sterk in het verlengde van wat je net zegt. En de computer, je maakt je steeds voorspelbaarder. Dan zit er dus een uniformiteit. En die uniformiteit zit hier niet meer op de voorspelbaarheid in onze gedragingen. Want dat is een hele oude trend. Hè? Ik bedoel, de eendimensionale mens van Marcuse. Mm. Heel veel kritiek die rondom digitalisering gaat, is los van kunstmatige intelligentie, dat het inderdaad al die tendens heeft waarin we zeggen, nou, we zijn allemaal hyperindividueel. Maar we worden ook inderdaad, wat dat betreft, we lijken ook allemaal wel heel veel op elkaar. Maar hier zit het dus nog een stapje fundamentele met generatieve AI. En daar is dus gelukkig, gebeurt er nu ook wel heel veel. En dan krijg je dus een taalverloedering die dus op gaat treden rondom een gemeenschappelijk taalgebruik. De taal die eigenlijk inkrimpt en zich steeds meer gaat voegen naar de manier waarop zo'n model schrijft, naar de manier waarop een model redeneringen maakt. Ja, dus het is ook weer diezelfde bias. Ja. Maar het dwingt bepaalde gedragingen af. Dus ook bepaalde standaarden af. Je gaat bepaalde woorden gebruiken. Je gaat je eigen gedrag ook aanpassen. Al is het maar om niet voortdurend die correctie te krijgen, bij zo'n spreken. Dus die machine gaat ook daadwerkelijk echt jou. Je ziet het misschien ook steeds minder. En ik denk dat... De kunst blijft wel hier. En dan komen we wat meer naar Pim. Om daar verschillende niveaus in te zetten. Ik denk dus op dat je echt wel een soort van generieke trend kan hebben. En dan zeker als het bijvoorbeeld gaat om de Nederlandse taal. Dat de Nederlandse taal door zo'n model, wat dat betreft, de kans groter is dat het verloedert en steeds uniformer wordt. En dat wij minder taalvaardig worden dan dat het beter gaat. Tegelijkertijd valt er echt wel wat terecht ook op te merken dat er aan de onderkant, op het moment dat je al compleet niet taalvaardig bent, dat generatieve taalmodellen, als het dus echt even op taalvaardigheid zijn, echt wel emanciperend kunnen zijn. Dat het even een korte facelift heeft. Van, je moet een brief naar de gemeente sturen. Met één knopje kan je hem even even die facelift geven. Even de tekst laten nakijken op de grootste fouten. Even sparren voor een andere titel. Even sparren voor wat kleinere facetten. En ik denk dat je aan de bovenkant, voor mensen die waanzinnig taalvaardig zijn, die waanzinnig goed in het taal, in de Nederlandse taal zijn, dan wel om een stuk te schrijven, dan wel om argumenten te formuleren. En die bekwamen zich ook in de omgang met deze technologie, dat je dan een hele mooie synergie kan krijgen, die je ten eerste, want daar gaat het vaak ook om, gewoon productiever kan maken, maar je ook echt gewoon misschien een betere schrijver kan maken. Je kan hem gaan leren tegenlezen. Soms kun je eens van, hé, dat is interessant, hij pakt dat zo aan, maar ik vind dit qua stijl vind ik dit heel lelijk. Maar dan moet je dat allemaal herkennen en zien. En ik denk dat dat dus meer inderdaad geldt voor een bepaalde klasse die zich dus daar telkens in weet te onderscheiden. Maar dan krijg je eigenlijk van super ingenieur en super schrijversklasse. En dat was eigenlijk wat jij zelf ook al schrijft. Ik denk dat zo'n klasse kan ontstaan en dat het dus wel degelijk kan bijdragen aan,
Ook de verbetering van de modellen in de algemene zin, toch? Dat er steeds verdere ontwikkeling van, toevoeging in elk geval van mensen die zelf bepaalde vaardigheden gemeesterd hebben. Ja. Die kunnen dat nu ook in de techniek gaan integreren. Misschien met dat punt ervan, vooroordelen, bias in het model. Ze zitten denk ik aan de datakant. Nou, ik denk dat wederom daar ook gewoon heel veel op gebeurt. Enerzijds door wet en regelgeving, dat er gewoon, dat er wordt gezegd, er moet transparantie, die datasets moeten representatief zijn. Gewoon echt in datawetenschap ook, om lacunes in datasets op te vangen. Of juist om een soort van privacy te bewaren als datasets worden gebruikt. Dus dat zit meer aan de technologiekant. Net ging het ook volgens mij een beetje naar het concept van, ja, soort van misschien menselijke vrijheid of autonomie in relatie tot die technologie. En dat is denk ik ook interessant wat daar gebeurt. Hè? Van wat doet dat met ons mensbeeld en hoe vrij, hoe autonoom zijn we nog? Daar zijn denk ik ook verschillende modellen in. Als je autonomie ook vertaalt als, nou, je kan jezelf de wet geven en daar dan op in vrijheid naar handelen, heb je denk ik enerzijds, ja, het kan een verruiming worden van de autonomie. Ja, juist zaken. Kijk, dus als het gaat om autonomie, jezelf de wet voorschrijven, zeg maar, die wet is er al. Je moet er in staat zijn om daarna te kunnen handelen. Ook in de Kantiaanse zin, die morele wet, dat categorische imperatief, die is er al. Ja, ja, moet je daarna kunnen schikken en via je wilsbepalingen laten zien dat jij die moraliteit... Maar wat bedoel je, die is er al? Je zou zeggen, er zijn al bepaalde maatschappelijke standaarden. Daar wordt al gezegd, precies, dit is de norm en je houdt je daar gewoon aan. Je voert dat uit. Dus dat is ook niet autonoom. Er zijn al wetten waaraan jij je houdt. Exact. Maar dus autonomie ook wel in die zin begrepen dat je zou kunnen zeggen, ik ben in staat om zelf na te denken en om op basis daarvan te bepalen wat ik met mijn leven moet doen, hoe ik moreel moet handelen, hoe ik mezelf moet ontwikkelen. Dus ik denk, ja, dat kan bijvoorbeeld gebonden zijn aan culturele praktijken of sociale normen. Maar ik denk dat daarin dat autonomiebegrip zit. Nou, daar kan die technologie kan de mens enerzijds ondersteunen. Dus hè, bijvoorbeeld dat je zegt, nou, ik heb hier een lastige kwestie. Ik weet niet welke studie ik moet doen. En dan kan het een ideale sparringspartner zijn. Dus vraag, wedervraag, jou helpen te brainstormen. Ja, jouw autonomie op die manier te vergroten. Andere perspectieven in te nemen op kwesties waar je over na wil denken. Moet ik nou wel of geen elektrische auto kopen? Gezien mijn budget. Wat zijn er de overwegingen? Het kan natuurlijk ook verminderend werken. Hè? Je besteedt veel meer uit. En je vergeet ook op een bepaalde manier een beetje wat die vaardigheden zijn die echt wel belangrijk zijn. Hè? Dus goed kunnen schrijven. Iedereen kan nu een goed stuk tekst schrijven. Maar heb je het echt nog in de vingers? En met het intrinsieke proces kun je dat nog. Dus die spanning zit er. Nou, dan heb je nog het samenwerkingsachtige model van, nou ja, je gaat samenwerken met die machine. Je gaat steeds samen dingen doen. Dus autonomie wordt al meer gedistribueerd over de mens. Ja, en misschien ook nog een soort van ontbundelingsaspect. Dat je helemaal zegt, ja, ik als mens heb bepaalde unieke eigenschappen. En de machine ook. En nou, he, onze vormen van intelligentie zijn op die manier ook verschillend. Hè? We hebben het er vorige keer al over gehad. Bijvoorbeeld gewoon de modaliteit van de functionaliteit van geheugen bijvoorbeeld. Hè? Ja, tuurlijk, de mens en de AI hebben allebei geheugen, maar die veranderen kwalitatief van aard. Dus ja, kun je een soort van hybride vorm van intelligentie met elkaar smeden of zo? Ja. Maar hoe kijk je dan aan tegen het vent of tegen het feit, je geeft dan de woorden beter en goed schrijven. Maar beter en goed, wat is je kwalificatie van beter en goed? Want beter en goed, volgens het model, is maar de vraag of we dat beter en goed moeten vinden. Ja. Want kijk, beter krijgt hier al heel snel iets van, we moeten dat beter mathematisch kunnen kwantificeren. En de alle testen rondom die taalmodellen, nou, gelukkig zijn ze, volgens mij zijn ze ook echt wel met anderen bezig, maar bijna altijd is het draaitje van, hoe scoort het op de biologietest? En dat wordt dan je kwalificatie van wat hier goed is of wat beter is. En ook de feedback die je krijgt op het moment dat je zegt, nou, dit is een goede tekst of dit is een goede summary die van ons komt, is maar de vraag of dat dan een goede tekst is, of je goedheid tot daartoe moet reduceren, of dat het veel beter is van, dit is wat het model steeds meer voorschrijft en wat wij goed zijn gaan vinden. Maar waar we ons dan eigenlijk voegen naar de maatstaven van zo'n machine. Ja, dus dat is denk ik een beetje dat vergeetachtig aspect, dat anamnetische aspect wat in die technologie wel zit. Hè? Van inderdaad, ja, je standaarden die degraderen ook met
gebruik van technologie. Je ziet het bijvoorbeeld ook in natuurbeleving van mensen. Als je onze Opus en Oma's vraagt, wat is natuur, wat is de wildernis, dan heb je een heel ander beeld dan nu al bij jongere generatie. Omdat ook de standaarden van wat natuur is, zijn gedegradeerd. Dat kun je ook met dit soort output, of met dit soort AI-modellen en hun output krijgen. Tegelijkertijd ja, is het, zie ik ook zeker de optie in dat er goede stukken tekst worden, of muziek of film worden geproduceerd. Dus ja. Ik ben daar wat dat betreft, ja, ben ik er eerlijk gezegd niet zo bang voor. Want zeker, en kijk, dan zoomen we misschien echt meer uit. Hè, maar de vraag is ook, waar komen die criteria van goede stukken tekst, goede stukken film van Daan? Nou, ik denk dat zit altijd in, maar wel, hè, over, in, meer in een culturele of een historische of een sociale context. Die beweegt zelf ook. Maar ik denk dat dit soort modellen ook bij uitstek in staat zijn om daar ja, standaarden van excellentie uit te destilleren. Dus ik ben ook juist heel geïnteresseerd in ja, welke supergoeie films, welke supergoeie boeken kunnen er worden geschreven met deze technologie. Nou, dat is natuurlijk iets wat Sebastian het net al over heeft. Dat je sterk ziet dat de standaard van wat een goed boek is of wat een goed stuk cultuurproduct is, dat ook heel erg afhankelijk is van het bredere, laten we zeggen, ecosysteem van waarden dat geldt in een bepaalde maatschappij. En onze culturele productie staat natuurlijk heel erg in het teken van verkopen. Ja. Dus wat, weet je wel, wat is een goed stuk kunst afhankelijk van de maatstaf die je stelt? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende, en dat lijkt me interessant, ik vraag me af of jullie er naar kijken, heel veel verschillende maatstaven die je kan stellen bij wat is een goed kunstwerk, wat is een goed schilderij? Ik hou zelf van schilderij. Heb je het dan echt over proportie en maat? Of heb je het over hoe goed het verkoopt? Of wat voor, hoe viral het gaat? Of hoeveel mensen het overnemen? Ja. Dat is natuurlijk ergens, dat zijn externe maatstaven die nog steeds heel cultureel bepaald zijn. Ja. En inderdaad, hebben we kunnen gaan zeggen van het beste kunstwerk, het beste stuk muziek, is het meest chockerende werk. Want dat gaat het meest viral. Dat heeft dan ook een soort van zelfbevestigende dynamiek. Artificial intelligence, die op een gegeven moment shockpunk gaat maken of shockrock op een bepaalde manier. Daar kan je mathematisch ook veel makkelijker op optimaliseren. Ja, maar dat staat dus helemaal los eigenlijk van je standaarden van excellentie. Dat zijn ook arbitraire ergens standaarden, zou je kunnen zeggen. Want nu wordt de standaard gewoon van wat verkoopt. En dat is dus ook duidelijk wat wij maatschappelijk gezien als onze maatstaf van excellentie hebben bepaald. Maar inderdaad, wat Sebastian zegt, of we dat echt het beste zouden noemen, of we dat echt superieure kunst zouden noemen vanuit bijvoorbeeld een klassiek perspectief. Als je kijkt naar hoe Aristoteles zou kijken naar wat een geslaagde kunst is. Of Kant, of weet ik veel. Je kunnen beginnen. Het goede is precies datgene wat zich niet laat definiëren en niet laat bepalen, maar je kan het wel zien. Nou ja, dan zit je dus, je ziet het in het voorbeeld of wat voorbeeldig is. Dan zit je meer richting Aristoteles. Maar alleen als je die kant al opvolgt, ja, dan gaan we dus nu precies de verkeerde kant op. Ja. Dus je krijgt alleen maar meer maatstaven en je gaat het alleen maar meer kwantificeren en je gaat het daar ook naar voegen. Dus ergens denk ik ook, hè, juist dat idee van, bedoel, als er dus, je hebt paradigmatische voorbeelden van goede films, van goede stukken tekst, goede boeken. Ergens zitten daar, denk ik, die latente patronen zitten daarin. En ik denk juist dat dit soort kijk, dus wij kunnen dat misschien als mensen op een intuïtieve manier, en daarmee bedoel ik, we kunnen niet helemaal achterhalen wat we nou zo goed vinden aan Dostoevsky, aan Shakespeare, aan Lord of the Rings. We hebben wel grove modellen om dat te doen. Maar ik denk dat juist deze technologie is bij uitstek in staat om die nuances daarin ook naar boven te krijgen. Dus ik ben ook ik ben wel benieuwd wat erin naar voren komt. Wat misschien ook nog een spannende lijn is van ja, je hebt dan een soort van menselijke vormen van intelligentie, van schoonheid. Bestaan er ook een beetje een soort van posthumanistische, vanuit een posthumanistisch kader kan de AI ook echt dus misschien wel andere ideeën over schoonheid en waarheid. Ja, maar kijk naar Gangnam Style of zo. Gangnam Style, een van de meest iconische culturele producten misschien wel van het tweede decennium van de 21e eeuw. En dat is bagger. Dat is je reinste bagger, maar dat is viraal. Dat is niet een cultureel hoogstaand product, maar daar zit ook een soort van, dat is de zelfbevestiging van het type culturele markt dat wij hebben gecreëerd. Ja. Mensen weten dat je met shock en met ironie en met cynisme, dat je daar een heel groot publiek mee bereikt. Nee, dat is waarop wordt geselecteerd dus ook. Dus verkoop, viraal gaan, maar dat hoeft helemaal niet op standaarden van excellentie te zijn. Dus dat is gewoon in welke aandacht krijgen. Dus de technologie zou ook daar niet op gebouwd hoeven zijn. Nee, ik zie absoluut in dat het een risico is en dat dit zijn de eerste toepassingsmogelijkheden. Ja, misschien is dat, ja.
Ik vraag me daarin af van wat betekent precies als jij het net hebt over autonomie? Kijk, hoe zijn dat eigenlijk veel te grove categorieën om mee te werken als het gaat om onze verhouding tot deze techniek? Ja, het is duidelijk dat het gaat ons niet geheel overnemen. Het gaat er niet zo uitzien dat we dadelijk robotviolisten hebben die in de plaats zitten van onze bestaande violisten. We krijgen niet een identieke kopie van wat we hadden. We krijgen een nieuw soort dynamiek. Bepaalde dus aspecten gaan daarmee verloren. Je krijgt een nieuwe standaard van wat dus goed betekent in deze context. Maar die standaard is dus sterk ingebed in een cultuur die al op drift is, zou je kunnen zeggen. Die al volledig staat in het teken van winstmaximalisatie, meer efficiënt. En de vraag is of die techniek in dit geval dus inderdaad... De techniek gaat nu dicteren wat wij goede kunst gaan noemen. Ja. Ik denk ook dat het het heel lastig maakt. Ik denk zeker als je wat meer in het vak zit. We zijn nu heel erg met het frontje bezig. En dat is dus generatieve AI als een chatbot die ons gaat helpen schrijven. Ik ben zelf wel altijd gecharmeerd van een internetfiguur, commentator, Benedict Evans. En die vergelijkt, kijk, het taalmodel, dus het model dat eronder zit, kan van motor worden van heel veel toepassingen die vooral ook onder de motorkap gaan zitten. En de interface die we nu hebben en het feit dat we daarmee interacteren en dat het dus ons kan helpen bij een stuk schrijven, is maar één van de duizenden mogelijkheden die het heeft. En heel veel gaat natuurlijk er ook onder. En hij vergeleek het ook ergens een beetje met de opkomst van de computer. Dan zitten we ook in de jaren 70, personal computer dan. Toen schreef hij op, hoe werd het toen qua advertenties en qua hype neergedacht? Dat is geweldig om je recepten in te houden. Recepten kan je er misschien aan bijhouden. En misschien is het ook nog leuk voor boekhouding. Nou ja, dus die computer uiteraard voor hele andere dingen gaan houden en gaan gebruiken. Rondom machine learning was het inderdaad heel erg van, we kunnen nu katten op plaatjes herkennen. Maar ja, wat hebben we daar nou precies aan? Vervolgens komen we erachter, het is patroonherkenning. En patroonherkenning heeft 1000 toepassingen nu onder de motorkap waar we daarmee wat kunnen. En dan zegt, over generatieve AI zitten we nu heel erg. Dat is dan de leuke demo. Iedereen heeft er mee gespeeld. Iedereen heeft ChatGPT gedownload. Dan is het schrijf eens dat Shakespeare gedicht. En we gaan even dat rollenspel doen. Ja. En dan daarna is het ook weer, staren we naar zo'n blank canvas. Sommige mensen gebruiken het wel, maar voor heel veel mensen is ook gewoon, wat moet ik hier nu mee? Ja. En hij zegt, de volgende curve die je ook wel degelijk gaat krijgen, dat weten we niet precies. Maar het gaat heel veel, denk ik, ook gewoon onder de motorkap. En je krijgt als het ware weer een nieuw frontje, een nieuwe interfaces van. En dat gebeurt overigens al, dat hebben we in de zomer ook veel gewerkt. Is dat het op allerlei fronten gewoon geïntegreerd gaat worden in software en besturingssoftware. Dus als het gaat om generatieve AI en het gaat om een plaatje maken, dan kunnen we dat doen via een chat interface. Het wordt ook gewoon een onderdeel van Adobe Photoshop. Precies. Waar je automatisch bijvoorbeeld een bepaald aspect van de software even met een slim, met één of twee knopjes via gewoon de knopjes interface. Ja. En drag-and-drop buttons. Ja. Even van, ik wil hier even een andere kleur. Ik wil hier even een andere figuur. Ik wil hier even een andere achtergrond. En nog een stukje fundamenteler is het naar de besturingssoftware zelf. En dan is het inderdaad, het is gewoon geïntegreerd in je tekstverwerker. Het is overal is het eigenlijk onder de motorkap bezig. Dadelijk in je auto, in je koelkast, bij wijze van spreken. Er zit overal, maar je bent zelf niet de aan het bedienen. Je bent zelf niet de prompt aan het geven. Ja. Maar je bent inderdaad, je hele leefomgeving. Is het leven al makkelijker? Is jou al aan het sturen, bij wijze van spreken? Ja. Is jouw voorkeur al aan het opslaan? Is al aan het sturen die kant op? Dan zit je dus veel minder in een directe, laten we zeggen, directe interface. Directe interface, dat je nog bijstuurt of corrigeert. Of je hebt dat niet meer, je hebt dat ook niet meer door. Dus dat is denk ik ook gewoon een hele belangrijke lijn daarin. Want hoe meer het ook onder de motorkap gaat, hoe moeilijker het ook wordt om er wel een bewuste of kritische verhouding nog toe te hebben. Niet alleen op vervelende manier, maar ik denk dat is uiteindelijk. Kijk, nu is er weer een hele kritische verhouding tot de manier waarop algoritmes onder de motorkap werken op sociale media. Precies. En misschien ook lang niet voor iedereen, maar dat heeft wel echt wel degelijk gedaan. En dan is het alleen nog maar omdat sociale media zo heftig is, zo
invoelbaar voor veel mensen dat we het daar snappen. Maar tegelijkertijd heb je 100 andere domeinen waar het al lang en gebeurt. Overal reacties zijn. Weet je, dat is al zeker een AI-wetenschap, zou je erop wekken. Wees niet alleen met sociale media bezig, want het is al op 1000 plekken aan het draaien, om maar even zo. Het is natuurlijk net als wat we in ons eerder gesprek zeiden. We zijn al veel meer gevirtualiseerd dan we dachten. We zijn ook al veel meer geautomatiseerd dan we dachten. Algoritmes is dat oog. En dat bedoel ik over het oog dat nu altijd meekijkt van de machine en de stem die nu altijd meepraat. Precies. Gebeurt ook op veel meer in transparante manieren dan we vaak door. Nou, exact. Dat gaat natuurlijk ook weer in op het thema van autonomie. Misschien zou ik hier graag dan ook richting de afsluiting bij jullie allebei nog wel eens over willen horen. Dat is dan misschien ook de meer abstracte en echt meer filosofische vraag zou zijn. In dit geval vraag ik me af, als het gaat over het thema van autonomie en als het gaat over de mate waarin deze nieuwe technologie ons ook weer verschillende taken uit handen gaat nemen en enerzijds mogelijk ons juist ook weer ruimte gaat geven om andere dingen te doen, dan vraag ik me af, helpt het nou om het hele idee van wat wij verstaan, kijk, de angst rondom deze techniek ontstaat natuurlijk ook precies in die meer opgeblazen beelden rondom wij worden totaal vervangen door de techniek. Of er komt zo'n Frankenstein systeem, of er komt een super AI die ons allemaal gaat domineren. We komen ook in een matrix situatie. Daar is dus precies, zie je dat die spanning en voor veel mensen de emotionele uitdaging rondom artificial intelligence ligt precies in dat idee. Ben ik dadelijk vervangen door een machine? Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, we nuanceren dat beeld nu ook al in de loop van dit gesprek en het vorige gesprek. Het is niet een zwart-wit, een aan-uit situatie. Je bent altijd op zekere hoogte al uitbesteed geweest aan technologie. Er waren al technologieën die tot op grote hoogte, waar wij van afhankelijk waren. Ja. Hè? Waar we ook niet zonder kunnen. En waar we dus een deel van onze autonomie aan hadden moeten uitbesteden. Wat is nou het kwalitatieve verschil tussen deze nieuwe techniek enerzijds en de bestaande technieken waar we van afhankelijk waren in het verleden al? En hoe helpt deze nieuwe technologie ons ook dus dat idee van autonomie te herdenken, te herevalueren? Misschien kan ik met jou beginnen, Pim. Het kwalitatief onderscheiden, echt even sec op de technologie zelf, zou ik leggen in het idee dat dat dit dus enerzijds autonome technologie is, zelf mogelijk doelen stellend, en in ieder geval die op een high level doel kan opbreken in kleine subdoelen. Met daar de kwalificatie bij dat zeker generatieve AI de uitlegbaarheid en transparantie een probleem is. Aan de achterkant bij het bedrijf, maar ook gewoon in de complexiteit van het netwerk zelf. Dus dat is misschien het kwalitatief verschillende ding. Ten opzichte van andere technologieën. Je kan een verbrandingsmotor gewoon uit elkaar halen en dan kun je hem weer in elkaar stoppen. Dan snap je een beetje hoe die werkt. En een verbrandingsmotor kan alleen maar doen vanuit externe doelstellingen kan die gaan lopen zoals wij hem hebben geprogrammeerd of hem inzetten. Dat is het kwalitatief verschillende. Bij dus het hoe wij kunnen nadenken over autonomie en vrijheid ligt voor mij in de negatieve zin. Dus de risicokant zit, denk ik, nou, wat we besproken hebben. Je besteedt dingen uit aan AI en je denkt er ook niet meer over na. Je wordt in die zin een slaaf, een zombie. En dat is niet per se altijd slecht, maar kan wel zo zijn als je gewoon niet meer zelf nadenkt, niet meer probeert, niet meer experimenteert. Dus je alleen maar je kookrecepten blijft opvragen of je Sinterklaas gedichten door generatieve AI laat formuleren. Daarin verlies je iets van de intrinsieke vaardigheden en kwaliteiten. Ja. Van de handelende mens. Ja, ik zie ook echt veel kansen hoe het autonomie kan versterken. Dus wederom vanuit het idee van jezelf een wet kunnen voorschrijven, daarover nadenken en daarna kunnen handelen, zie ik ook hoe deze technologie juist enorm veel mogelijkheden geeft om je perspectief te verbreden, om meer kennis te verzamelen, om nuances in debatten naar voren te halen. Ja, om dus in die enorme bibliotheek van menselijke intelligentie, of het nou boeken zijn, schilderijen, films, dat de technologie daarin staat, die latente patronen en structuren uit te halen, wat wij als mens misschien heel moeilijk vinden, ja, om dat tot begrip te brengen. Ja, ik zie ook dat het ons heel erg kan versterken in het werk, in onze eigen morele reflecties, in onze politieke beslissingen die we willen nemen. Maar het houdt die dynamiek. Maar ik zou ook de positieve kant willen benadrukken. Oké, en jij dan, Sebastiaan? Even tot slot. Ja, ik ben de sombere kant toen dan. Nee. ik vind dat is precies heel lastig. Omdat als het dus gaat, beginvraag, waar maken we ons zorgen?
moet je je zorgen maken. Ik denk dat we ons er steeds meer zorgen maken. Dat het ook niet meer alleen is vanuit de wetenschap zelf. Want dat is dus al iets bijzonders. Dat is ook veel meer de ervaring. Dus ook vanuit het bedrijfsleven, vanuit de maatschappij. En dat heeft enerzijds met alle, de ambivalentie van sociale media. Maar ook gewoon doordat we merken dat die toegenomen technologische macht... het weten gaat tegelijkertijd op met een toenemend besef van niet weten. En eigenlijk alle negatieve en onbedoelde effecten die daarmee te maken hebben. Het lastige is dat het ethisch antwoord dat we vaak formuleren, nog steeds, blijft altijd tegelijkertijd iets wat je waar je zelf aan hebt bijgedragen om het ook te deconstrueren. We zeggen nog steeds, continu gaat het, nou ja, de techniek moet wel in dienst staan van de mens. En de techniek moet ondergeschikt zijn aan de mens. Het moet ten goede komen aan de mensheid. En wij moeten in controle zijn. De human moet in de loop zijn. En tegelijkertijd heb je er, en dat is niet alleen, dit heeft helemaal niet met de schuld van kunstmatige intelligentie te maken, maar gewoon de beweging van de wetenschap de afgelopen eeuw is wel geweest, dat we langs allerlei facetten, de breinwetenschapper zegt, nou het zijn, je hebt die vrije wil niet. Het is niet het vrije autonome subject, het zijn de neuronale processen. De psychoanalytici zegt, nee, het is het onbewuste. Dan heb je het structuralisme zegt, nee, het is de structuur. En dan heb je misschien op de computerwetenschappen die zegt, nee, het zijn computatieprocessen op een fundamentele niveau. En dan tegelijkertijd zitten we in de ethiek nog steeds in een soort van klassiekere schema's die toch weer gewoon uitgaan van, nou, de vrije wil. We gaan hem gewoon uitzetten. Precies. Ja, en ja. We moeten gewoon een vangrails maken. Ja. En de mens moet uiteindelijk in controle blijven. En ik denk dat daar hebben we gewoon een hele nieuwe ethische taal nodig. Zover zijn we denk ik nog lang niet. Want ja, maar ik ben nu zelf inderdaad in mijn onderzoek en proefschrift ook bezig. Van, ja, die techniek heeft dus hier heel erg sterk karakter gekregen van een opgave. Dus de techniek is een opgave geworden. En dat kan je dus op verschillende manieren interpreteren. En de moderne tijd was die techniek nog veel meer van ondubbelzinnig een roeping. Ja. Een roeping om vooruitgang te realiseren. Het gaat me niet zozeer om een omkering van, hè, het was allemaal optimistisch en nu is het pessimistisch geworden. Daarom vind ik opgave ook veel mooier. Precies. Want opgave zit inderdaad heel erg dat, gewoon dat dubbelzinnige karakter in. Hè, en dat is, ja, dat is een Engelse term, whataboutery. Ja. En dat is, nou, als iemand over de kansen spreekt, dan heb je onmiddellijk iemand, ja, maar what about risk? Wacht even, ja. Maar als iemand over de risico's gaat spreken, dan is het, ja, maar what about the opportunity? Precies. Dus dat, maar dat je dus al denkt in termen van kansen en risico's en zo ook met die toekomstige effecten, dus wat willen we ermee, maar wat zouden ook neveneffecten kunnen zijn, zit al heel erg van, ja, het is een opgave geworden. En daarin zit dus enerzijds heel erg het karakter van, het gaat een uitdaging voor ons worden. Maar een challenge zit dan ook nog wel heel erg meer van, nou ja, een challenge kan je ook vrij opportun pakken van challenge accepted. Ja. Dan heb je misschien een iets meer negatiever spoor en dat zit erom van, nou, het gaat een opgave, het gaat een helse klus worden. En met een helse klus is het inderdaad, er zit toch ook meer het spoor van, nou ja, ethiek ten opzichte van techniek is toch een beetje, en zo zullen denk ik veel mensen die hier ook naar luisteren, is niks anders dan het plaatsen van een fietsrem op een turbojet. Weet je wel, ja, die techniek dendert maar door, de wetenschap dendert door, de economie dendert door. Precies. En dan heb je nog een paar verstrooide filosofen die dan aan een tafeltje gaan zitten van, we moeten ook wel ethiek nadenken. Dat doet me ook altijd denken aan, je hebt bij mij, hoe ethiek ook werd behandeld op mijn studie economie en finance. Was dat in het allerlaatste kwartiertje van het allerlaatste college, was het van, we moeten het ook nog even over de ethiek hebben. Ja. En ja, en een derde, wat meer optimistisch spoor, of als je het anders interpreteert, heel negatief. Is die zegt van, ja, er gaan heel veel problemen. Het zegt een opgave als een problem. Ja. In het Engels is het ook. Maar ja, want dan kan je gewoon, en dat hoor je dus ook heel veel. Ja, wat is een probleem? Een probleem kan je oplossen. Ja, dus dan heb je de ethiek helemaal niet meer nodig. Dan is het gewoon van, nee, er zit er, dan, ja. Zit je, dan zit je alweer in die technologische blik. Precies, want dan ga je voor ingenieurs wordt het. Ja, we zien dat er bijvoorbeeld heel veel deepfakes worden geproduceerd. Maar we gaan ook een algoritme ontwikkelen dat die deepfakes weer op het spoor uit kan filteren. Ja, en ook als het om klimaatproblematiek gaat. Van ja, we moeten, er zit een probleem, maar we hebben technologische oplossingen waar we weer CO2 gaan opvangen. En dan wegmoffelen. Ja. Zo zit je dat. Dus nou, ik zit wat dat betreft zelf zit ook inderdaad op dat spoor. Ik kan niet anders als een opgave. Precies. Maar ja, een opgave laat ook wel zien dat wat dat betreft heel pittig geworden. Ik kan ook niet ondubbelzinnig meer kijken, het is een roeping. Of ondubbelzinnig meer zitten van, nou, ik zie het ook wel optimistisch in. Ja.
Maar ja, daarin dus inderdaad veel meer van het gaat een uitdaging en een helse klus worden. Om dat in goede banen te begeleiden. Het wordt er steeds duidelijker. Het heeft inderdaad ook echt een zelf-fulfilling dynamiek bijna. Ja. Die techniek vraagt ook om meer van zichzelf en drijft onze maatschappij ook steeds meer die kant op. Dat het conformeert eigenlijk aan de manier waarop de technologie zich daarin manifesteert. Dat dwingt ons ook om opnieuw te gaan nadenken over onze eigen autonomie en onze eigen handelingskracht en onze vrijheid en het ingrijpen op deze processen. Is het wel reëel om te zeggen, wir schaffen das, wij controleren alles? Of moet je toch ergens ook een ruimte maken voor wat die technologie zelf jou, welke kant die jou in beweegt, hoe je dat zelf toch tot op zekere hoogte gaat proberen om daar een nieuw tegenwicht tegen te bieden, maar dat het gaat veel meer een reciprociteitsbegrip, of een relatie van reciprociteit dan alleen maar de mensen aan zet, is inmiddels wel duidelijk. Heren, ik wil jullie hartelijk danken voor het gesprek. We hebben weer een uur meer dan volgemaakt. Deze derde aflevering in onze reeks Toekomstperspectieven. Volgende keer willen we het gaan hebben over het internet. Dus heel erg interessant. Als mensen daar nog vragen over hebben, zet die dan vast in de chat. Die kunnen we dan misschien zelfs meenemen in dat volgende gesprek. Voor nu zit het er weer op. Ik wil jullie als kijker nog heel even attenderen op onze eindejaarsactie. Die loopt nu tot en met eind januari. Wij zijn er erg op aangewezen dat de kijkers die genieten van onze programma's een klein bedrag overmaken, zodat wij ook volgend jaar onze programma's weer kunnen blijven uitzenden. Wij doen het heel graag. Jullie kijken volgens mij graag. Dus als je wat kwijt kan, laat het dan even achter. Klik op de link onder de video en dan zie ik jullie graag voor de volgende keer. En jullie ook. Doeg!